Gebruik om daarmee naar een kooi toe te vliegen. Wat zullen die uilen nou eten, jongens? Enige ding? Luizen. Hartstikke goed, wat was er in, hè? Ook wat grotere kooien, hè? Dat is natuurlijk een grote vogel. Deze vogels kunnen eventueel 1,80 meter worden als ze zelfs een jonge vos en zelfs een jong hert overvliegen. Dan kun je mooi horen, althans niks horen dan als het goed is. Als hij overkomt, dan hoor je hem dus niet. Zelfs een jonge vos en zelfs een jonge hert kunnen ze dus proberen. Het is geen babyuil of iets dergelijks, het is gewoon een volwassen vogel. Dat hebben ze ook gevonden, want deze dieren die gaan vaak onder de mestkevertje, dat lusten ze wel. En mestkevers die verzamelen uiteraard mest. Verzamelen ze heel veel mest aan de fokken van ze, of die mestkevers langskomen. En die eten ze dan gevoerd. De acties die we hebben hier in Nederland, deze dieren komen weer voor in de... Hallo? Ik zie van die kant al veel druk gehad. Oké, Jay. Jij je linkerarm insteken. Heel goed. Top 1. Kan je wings een beetje bewegen? Hartstikke goed, hè? Okay. Goed, straks naar voren trouwen, Kita. Ja, dat mag ik. Ja? Dus ik denk van, nou, kom maar op. Yes. Oké. Ik ga er wel voor mijn vogel komen. Nou heb ik zelf niet zo groot als mezelf, dus ik ga wel een stuk achter jou staan. Blijf lachen, hè, Kita. Erg leuk vind je het nog steeds, hè? Ja. Heel goed. We gaan zien, waar komt hij vandaan? Oh, daar komt hij! Ja! Hey. Dat is een vogels komen vaak voor met zo'n honderden van dit soort bekiet bij elkaar. Dus dan willen ze elkaar in niet kwijtraken. Dus dat heeft een mooi ja. Ja, ik ben heel mooi. Dat weet je wel. En we gaan eens kijken of zij, dus een stoutje, of zij hier op het podium nog wat kan vinden om te gaan eten. Zoals bijvoorbeeld een hagedisje of zoals spannen. Ja. Je moet je eerst doden. Dus dat doen ze door ze heel erg hard op de grond te gooien of zelfs op stenen te gooien om ze dood te kunnen maken. Dat doen ze omdat slangen hebben heel erg veel kleine botjes in zijn lichaam. Heel veel kleine ruggenwerveltjes. Die moet die eerst allemaal verbrijzelen, anders kan zo'n botje vast blijven zitten in de keel. Het zijn geen echte roofvogels. Dus dan gaat het fruitje ook nog een stukje voor ons rennen ze dadelijk. Kijken of zij het ook een mooi stukje willen gaan sprinten in de raadsen. Hop, met jas snijden. Ja. Ja, Joep. Yes. Zo. Oké. Okay. Dit is Joep. Joep is een Egyptische aasgier. En de Egyptische aasgier is een van de kleinste gierensoorten ter wereld. Om voor hemzelf te kunnen houden. Ja, dan moet Joep iets gaan bedenken. Want hij moet natuurlijk wel aan het eind van de dag een beetje een volle buik krijgen. Dus dan hebben ze... Ik ben zeer benieuwd hoe dat het voor elkaar gaat krijgen. Heeft iemand enig idee? Hoe gaat Joep dat ei nou uiteindelijk open krijgen? Met zijn snavel? Hij heeft wel een sterke snavel. Dus dat kan heel goed. Een steek? Oké. Dat is ook een optie. We gaan gewoon zien, Joep, hier ligt je ei, hè? Hey. Ja, gelijk, hè? Hartstikke goed, hij heeft een steen gevonden en met zijn snavel pakt hij die uiteraard op. Dus hij maakt ook gebruik van zijn snavel, een beetje. Want ja, zo'n klein ei oppakken in je snavel, dan gaat natuurlijk wel, maar zo'n groot ei, dan gaat hij niet werken. Dus dan moeten ze dus gebruik maken van een stukje gereedschap. En ze maken dus gebruik van een steen om daar dus een hele ei mee open te kunnen krijgen.
rechterhand even goed mikken natuurlijk. Goed raak gooien. En een beetje geduld, dan is je gesprek. Kijk. Nou, voor elkaar, hè? Goed hoor. Ja, kunnen heel groot worden, kunnen soms wel een diameter halen van zo'n 3 aan 4 meter. Erg groot. Nou, we doen er even mooi van dichtbij. Maar als je zo van dichtbij te zien is, dan zie je dat die heel mooi lichtbruin van kleur is. Helemaal niet zwart met wit. Hoe kan dat nou? Zelf opeten om van een kilofoontje en niet te bakken. Oké, lekker. Vaak hebben we grotere gebieden op zoeken, zoals bijvoorbeeld in Duitsland of in Frankrijk, waar ze iets meer. Ja, hartstikke goed. Dames en heren, onze zwarte bouw. En dan leven we over het algemeen in de koelkast van mij. Wauw, de grootste roofvogel ter wereld, koelkast dus genaamd. Koken is dus nog best wel jong, zoals ik al zei. Deze vogels hebben uiteindelijk een heel mooi volwassen veerkleed. Terwijl het helemaal zwart van kleur, dat begint hij al een beetje te worden. Hij heeft een mooie witte kraag, die heeft hij al op het moment al. En die witte veren die nog op de bovenkant van zijn, zo'n 7 jaar oud. En ze kunnen met gemak zo'n 70 tot 80 jaar worden uiteindelijk. Dus koken heeft nog een lange weg te gaan. Dan gaat hij wel lekker richting huis. Ga je wel lekker met je vriendje mee. Ja, nog niet. Hij denkt, je hebt weer haar. Hij gaat eerst van applaus. Ja, dus neemt het maar dan kan. Hang nou op de schutting aan de rechterkant. Nou, Casper, daar is de hulp voor ingeschakeld. Die gaat toch, die heeft inmiddels al plaatsgenomen op de stam hier vooraan. Een collectiebus is dat. Helemaal aan de achterkant van het park hebben we een hele grote natuurvijver. En daar hebben we een aantal